De bal draait in. Het is de tiende minuut. Jurjes blijft staan. Het loopt goed af voor Roda. Dat ontsnapt naar de kopbal van Smit. Gustafsson. En Rosseuvel. Shaheen inmiddels doorgelopen. Rosseuvel zoekt een plekje om te kunnen gaan schieten. Maar levert de bal min of meer in met dit niet al te beste schot bij Haan. Mogelijkheid Heerenveen. Redding Jurjes. Inzet van Amersfoort. Het is nog niet echt een grote kans, maar het is wel een eerste serieuze doelpoging. En hij komt van Friese kant. Dumfries. Kobayashi, dat is wel een mooie bal. Die bal valt er precies tussenin. Dat moet leiden tot 0-1, maar dat gebeurt niet. Hij had zijn vierde kunnen maken van het seizoen. Flap. Maar alleen voor Jurjes faalt hij. Goede opening van Engels. Rechts start Rosseuvel als die bal het goede moment komt. Die komt niet. Gustafsson gaat het proberen van afstand ook niet. Shaheen. Shaheen plaatst de bal naast. Deze is lastiger, iets lastiger dan die voor Flap zojuist aan de overkant. Maar ook deze had er maar zo ingekund met dank aan zijn assist die van Gustafsson. Michailovic aan de wandel. Ziet Dumfries gaan die een leeg deel heeft gevonden op het veld. Het is dat die bal niet helemaal precies is. Waardoor hij hem eerst moet zien te controleren. De buitenkant voetbal is niet onaardig. En Denge. Dankzij zijn fysieke kracht Flap. De omhaal, de redding van Jurjes op de inzet van Veerman. En de doelman van Roda heeft de bal te pakken. Ja, dit is een redelijke weergave van de weersomstandigheden in Kerkrade. Foutje en denken. Overname Flap. Flap. Met een niet onaardig schot, maar ook niet meer dan dat. Nog één keer de diepte gezocht. Richting Veerman, die ook teruglegt. Flap. De ruimte aan de linkerkant. Michailovic. En nog een halve redding van Jurjes, die het geluk heeft dat die bal vlak voor de voeten van Veerman wordt weggehaald. Anders komt Heerenveen vlak voor rust ook nog op 0-1. Dat gebeurt niet. Roda ontsnapt, Jurjes ontsnapt. De eerste inzet is van Michailovic. En Roda mag nog even vlak voor rust de handen dichtknijpen. Piri. Veerman. Kaats. Veerman nog een keer. Kaats met Flap tot twee keer toegeplaatste bal en de goal. Wat een mooie goal van Veerman. Die zijn eerste basisplek dit seizoen bekroont met een fraaie treffer. Daarmee is een tweede van dit seizoen achter zijn naam schrijft. En terecht wordt gefeliciteerd door zijn medespelers. Achter de bal, Ouazar. En een prachtgoal van Shaheen. Uit een standaard situatie. De 14e keer dat dat Heerenveen overkomt. En de man die er tot nu toe maar twee maakte. Maar wel gevaarlijk is met het hoofd. En het liefst in het strafschopgebied van de tegenpartij. Onderstreept dat hier. Met deze prachtige kopbalgoal. En Roda staat naast Heerenveen. Nou heb ik toch echt oprecht het idee. Ik hoop dat ik me vergis dat een deel van het publiek zou willen dat Shaheen. Want die wordt echt flink uitgefloten. Beter niet meer kan meedoen bij Roda. Dat maakt de stemming er natuurlijk ook niet beter op. Dijkhuizen. Want de wedstrijd loopt natuurlijk wel gewoon door. Gustafsson, goede bal. Binnendoor gespeeld. Dumfries is te laat. Zou het nog maar zo 2-1 kunnen worden. Maar die kans wordt verspeeld. Tjo! Engels. Wat een mogelijkheid. Roda toont les. Kiest niet voor een punt. Gustafsson. Vastgepakt. Nog een keer vastgepakt. Rukt zich los van Steenkist. Goede voorzet. Hard en laag. Rosseuvel. En dan komt hij. Van richting veranderd. Hij zit erin. Hij zit erin. En Mills scoort. En Roda komt op voorsprong. En kijk naar het feest dat losbarst in Kerkrade. Het kan dus toch scoren. En zeker zo vlak voor tijd kan het ook nog maar eens leiden
tot een overwinning. Tjonge jonge, wat een invalbeurt. Het is afgelopen. Roda wint zijn tweede thuiswedstrijd van dit seizoen na NAC met 1-0 te hebben geklopt.